Ja, K maakt hens. Voorrust kwam hij er nog mee weg. Maar de assistent loopt naar de achterlijn om aan te geven dat hij het gezien heeft. Maar de protesten zullen gelden dat K geduwd wordt of zo. Maar ik denk dat hij zijn ploeg in grote problemen brengt. Nee, hij maakt geen hens. K maakt geen hens. Het is Hofland die hens maakt, toch? Hofland maakt hens. Hofland maakt hens. En als K er nu uit moet, dan is dat... Feyenoord heeft hier ongelooflijk veel mazzel, want Hofland maakt hens en niet K. Wat gebeurt hier? Hofland maakt hens. En de Roda-spelers grijpen naar het hoofd. Want niet K, maar Hofland is de dader. Het was gewoon Hofland. Hey, je hebt zulke beelden. Elke week hebben we hetzelfde verhaal. Hofland staat met zijn handen. Hofland staat met zijn handen. De vierde man moet dat ook gezien hebben. Ja, maar moet je eens kijken op de beelden. 100% Hofland. Nee, maar oké, okay, maar het is wel een beelden weer. Het wordt de vierde man ook verteld. Het is 100% Hofland. Maar de vierde man, Jansen, die is daar doof voor. K blijft staan, dus die heeft dan waarschijnlijk geel gekregen voor iets wat hij niet gedaan heeft. En Makai heeft er maling aan. Maar dit is pech voor Roda. 2-3. Makai benut. De penalty die nooit gegeven had mogen worden, want het is Hofland die hier hens maakt. En Makai die de strafschop uiteraard benut. De hand van Hofland. Ja, en de vlag van de assistent, hè, tegen de zon in. Zo heel zeker van je zaak naar de achterlijn lopen. Maar hoe zeker van je zaak ben je als je het zo helemaal mis hebt? En dan kan dat vlagsignaal betekenen of een club in de Eredivisie verder mag. Of een stap terug moet. Gebruikt. Roda twee man meer nu. En zo is het in alle opzichten een merkwaardige middag voor Kevin Hofland. En er is niks op af te dingen. Het is vol de elleboog gebruikt ten opzichte van Jansen. Paf! En dus kan Hofland er na een korte periode weer af. Ja, wat heb je gedaan zonder? Nou, ik moest invallen en maakte een hensbal, maar kreeg een penalty mee en toen werd ik eruit gestuurd. Kevin Hofland. In een nutshell. En dan nog verontwaardigd kijken ook. Gauw naar binnen. Laatste.